Ik ben Malou Petter en dit is het nieuws van de week. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. In dit journaal gaat het over een groot treinongeluk in Nederland. Bij het ongeluk ontspoorde een trein. Ook gaat het over psychiaters die sorry zeggen omdat ze homoseksuelen vroeger verkeerd hebben behandeld. En we leggen uit hoe gemeenten steeds vaker mensen met schulden helpen. In Nederland is een groot treinongeluk gebeurd. Twee treinen botsten tegen een bouwkraan aan. Bij het ongeluk is één dode gevallen en ook raakten ongeveer 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde hier in de buurt van het dorp Voorschoten. Op deze beelden is goed te zien hoe een van de treinen na de botsing naast het spoor terecht is gekomen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Tot nu toe is bekend dat een passagierstrein op weg was van Leiden naar Den Haag. Om vijf voor half vier s'nachts reed de trein langs station Voorschoten. Iets verderop werd aan het spoor gewerkt. En daarom waren twee van de vier sporen afgesloten. Bij die werkzaamheden werd ook een bouwkraan gebruikt. Die kan ook over de spoorrails rijden. Vanaf de andere kant kwam een goederentrein aangereden. Die botste als eerste tegen de bouwkraan aan. En daarna reed de passagierstrein tegen de kraan aan. Die passagierstrein ontspoorde en brak door midden. Dit zijn beelden vlak nadat de trein ontspoorde. In de trein brak na de botsing ook brand uit. Al snel waren de brandweer, politie en ambulance om te helpen. Een van de passagiers filmde wat er gebeurde direct na het ongeluk. Oud, kamp! Oud, oud, oud! Come out! Everyone out, come! Een journalist van de NOS ging bij hem langs. Je zag niks, het enige wat je zag was vuurvonken. En het was donker, je hoorde mensen gillen, je hoorde heel veel geluid. Toen kwam ik thuis aan, na een hele verloop van tijd. En toen hoorde ik op het nieuws dat iemand is overleden. En dat vind ik zo... Ja, ik sta nog steeds mee om te trillen. Dit soort treinongelukken gebeuren bijna nooit in Nederland. Omdat het zo'n groot ongeluk was, kwam koning Willem-Alexander naar de plek toe. Ongelooflijk blij om te zien hoe snel de hulpverleners hier ter plekke waren en hoe fantastisch werk ze geleverd hebben. Dat alle gewonden zo snel mogelijk naar de ziekenhuizen gebracht zijn of verpleegd zijn. Ik denk dat we echt uh, iedereen heel dankbaar mogen zijn dat ze gewoon midden in de nacht paraat stonden om binnen no time hier aanwezig te zijn en, uh, en inderdaad hulp te verlenen. Het gebroken glas is dat mensen eruit gehaald zijn. De komende tijd is er extra hulp voor mensen die willen praten over het treinongeluk. Omdat ze het ongeluk hebben gezien of zelf in de trein zaten. Psychiaters hebben sorry gezegd tegen LHBTI'ers. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld homo of lesbisch zijn. Dat heeft te maken met dingen die vroeger zijn gebeurd. Tot aan begin 1970 dachten veel psychiaters in Nederland dat homoseksualiteit een ziekte was. En dat ze mensen met speciale therapie daarvan konden genezen. Door die therapie kregen veel homoseksuele mensen lichamelijke en geestelijke problemen. Zoals Jacques. Hij kwam er op zijn zeventiende achter dat hij gevoelens had voor mannen. In die tijd was hij christelijk en ging hij naar de kerk. Maar zijn kerk vond homoseksualiteit niet goed en wilde hem daarvan genezen. Hij vertelt hoe dat ging. Ze hadden hem een vakantie aangeboden van twee weken. Ze vermoedden dus dat ik homo was. En in de tweede week hebben ze me daarover uitgehoord en hebben ze me helemaal emotioneel de grond gepraat dat ik geen christen kon zijn. Twee weken vakantie werd twee jaar met hersenpoelingen. Op een gegeven moment ga je er ook echt in geloven dat je genezen bent. En ik heb een hele behoorlijke tijd geloofd dat ik inderdaad eh, hetero was. En dat was het moment dat ze eigenlijk graag wilde. Want ze wilde graag de show maken met iemand die genezen was. Er werd met Jacques veel over het geloof gepraat. Mensen van de kerk zeiden tegen hem dat hij als christen geen homoseksueel kon zijn. Ze zeiden van als jij homo bent... Dan hoor je er niet bij. Dan zou je niet meer geaccepteerd worden door je familie. Dan kan je net zo goed uh, ergens weggaan, want uh, ze accepteren je niet meer. En je bent absoluut geen kind van God. Wat deed dat met u? Ik zat te janken. Ik was echt helemaal emotioneel erdoorheen. Ik was kapot. Net als de kerk zagen ook psychiaters homoseksualiteit toen als een ziekte. De therapie die homoseksuelen kregen ging soms heel ver. Homoseksuelen moesten daarom praten met psychiaters of mensen van de kerk. Die vertelden dan dat homoseksualiteit te genezen is. Sommigen kregen elektrische schokken. Ook op hun penis, terwijl ze naar seksuele beelden van mannen moesten kijken. Ook werden mensen soms gecastreerd. Bij mannen werden dan de zaadballen weggehaald, zodat ze minder zin in seks kregen. De psychiaters zeggen nu voor al die dingen sorry. Ze vinden het erg wat er in die tijd is gebeurd en dat homoseksuelen als ziek werden gezien. Nu zien psychiaters homoseksualiteit al lang niet meer als ziekte en het kan dus ook niet worden genezen. Maar toch proberen een aantal organisaties nog steeds om homoseksualiteit te genezen. Dat gebeurt op plekken waar mensen streng gelovig zijn. Bijvoorbeeld in het Christendom en de Islam. Dat doen ze door te praten met homoseksuelen. Jacques hoopt dat dat soort therapieën snel worden verboden in Nederland. Dat moet gewoon stoppen. Iedereen moet het terecht hebben te zijn wie die is. En inmiddels kunt u weer accepteren dat u gewoon Ik mannen valt. Ik. Godzijdank, gewoon lekker mezelf. En iedereen moet gewoon zichzelf kunnen zijn. Nederlandse gemeenten nemen steeds vaker de schulden van hun bewoners over. De gemeenten doen dat om mensen met geldproblemen beter te kunnen helpen. Ook Marcel had hoge schulden. Door de stress daarover kon hij zich niet goed concentreren op zijn werk. Uh, het gaf een hoop stress. Ik vergat eigenlijk bijna alles. Uh, een soort vergiet word je dan, dat als iemand op het ene moment iets aan je vraagt, je twee seconden later het compleet vergeten bent. Uh, ik had elke uh, half jaar een ander baantje omdat je je werk niet kan vasthouden. En zonder een vaste baan werden zijn geldproblemen alleen maar erger. Uiteindelijk kreeg hij bij steeds meer bedrijven schulden. Ik dreigde voor de tweede keer mijn huis kwijt te raken. Met een stuk of zeven, acht schuldeisers op dat moment. Met een gemiddelde schuld van tussen de 1200 en 1300 euro per eiser. In Nederland hebben honderdduizenden mensen schulden. Bij gemeenten merken ze dat door stress de schulden alleen maar erger worden. Als mensen het echt niet meer lukt om zelf uit de schulden te komen. dan kan de gemeente helpen. Mensen met schulden kunnen dan gebruik maken van een speciale regeling. Dat werkt zo. Normaal betaalt iemand met schulden elke organisatie apart af. Bijvoorbeeld de schuld bij een verhuurder, elektriciteitsbedrijf of zorgverzekering. Bij de speciale regeling neemt de gemeente al die schulden over. Zij betalen alles in één keer af. Het geld moet nog steeds worden terugbetaald. Maar door die regeling is er dus nog maar één plek waar iemand schuld moet aflossen. Bij de gemeente. Dat scheelt een hoop geregel en brieven en geeft mensen met schulden minder stress. Deze regeling heeft Marcel ook erg geholpen. Hij maakte duidelijke afspraken met de gemeente. Uh, het verschil tussen zeven schuldeisers en eentje is vooral dat uh, het niet zo agressief meer was. Het was niet elke keer: hey, je moet nu binnen veertien dagen betalen, want anders gaan we naar de rechter of anders gaan, word je uitgezet. Uh, het gaf een hoop rust dat de gemeente het overnam. En hij was niet meer bang voor nieuwe rekeningen. Je bent niet de hele dag mee bezig met de, of de deurwaarde die voor de deur kan staan. Of met de brief die op de mat valt, uh, die je toch weer niet kan betalen. Want je weet, ja, het geld is er niet. Omdat hij minder stress had, lukte het werken ook beter. En ging het afbetalen van de schulden goed. Marcel heeft nu zelfs geen geldproblemen meer. In bijna alle gemeenten in Nederland maken ze nu gebruik van deze speciale regeling. Ze denken dat geldproblemen zo beter worden opgelost. In dit journaal ging het over een trein die is ontspoord. Dat gebeurde nadat de trein tegen een bouwkraan botste. Het ging over psychiaters die sorry zeggen tegen homoseksuelen. En we vertelden hoe mensen met schulden steeds vaker worden geholpen door de gemeente. Dit was het voor nu. Volgende week dan is er weer een journaal van de NOS in Makkelijke Taal. Tot dan!